Hij rijdt exact een kilometer voor de rest uit. Ja, pardon, dan rijdt hem toch 50, 55 per uur. Hè? Met andere woorden, hij is nog een klap beter dan in de laatste tijd. Hè? De afsluitende rit in de driedaagse de Pannekoek, zei dat waarin hij derde werd. We beginnen hier al een klein beetje gas te lossen. Hè? Kijk, op dit beeld al. Het besef is er. Het besef is er compleet. Ik ga winnen. Ik en niemand anders. Straks die vlag van de laatste kilometer. Rechts opdraaien. Daar achter de bocht. Achter de Longevalkerk. Daar hangt de vod. En dan gaan we de laatste kilometer in. En er is een zalig gevoel als je daar die halve baan kunt oprijden. En de spankracht die je iedere keer weer hebt, José de Kouwer. Tussen de Bosberg en hier dit orgelpunt van het festijn. Dat is fantastisch. Handjes bovenop het stuur. Brilletje goed zetten. Kijk, voilà. kijk. Twee. Naar de cameraman. Alsjeblieft. Stijn de Volder. Goed voor twee overwinningen in de Ronde van Vlaanderen. Je moet het maar doen, want hij moet het doen als solist. Hè. Hij heeft geen andere keuze. Hè. Ze weten het. Iedereen weet het. Als hij gaat, moet je zien dat je mee bent. En dan afwerken. Meer als proficiat. Op zijn 15e sloot hij zich aan bij de toeristenclub De Schildpadden. Van die schildpad is geen sprake meer. Dit is een locomotief. De drie worden op dit ogenblik gegrepen door het peloton. En hier is de verlossing. 450 meter nog. Luister naar het geweld van het publiek door het dolle heen. Voor de tweede opeenvolgende keer dezelfde atleet. Een groot atleet. Stijn de Volder, weggereden op de muur. Na formidabel ploegwerk. En ik denk dat hij nu al aan dankwoordjes toe is. Maar heeft het vooral zelf afgedwongen. Stijn de Volder heeft deze Ronde van Vlaanderen volledig naar zijn hand gezet. Stijn, jongen, twee op een rij. Je bent een grote meneer. Stijn de Volder verdient de grootste erkenning en is vanaf nu een groot kampioen. Stijn de Volder wint de Ronde van Vlaanderen 2009. Voilà. Ontwading. Hausler met een Hauslertje. In de laatste kilometer. Onder de oksel doorkijken. Daar wordt de sprint voorbereid. De sprint van de geslagenen. En zou Bonen nog meedoen? Hier, de altijd zo innige omhelzing van Dirk Nachtergale. Deugdpunt. En hij lijkt me al gerecupereerd te zijn. Daar komt Hausler. En Hausler gaat buiten schot blijven. Net als in Milan-San Remo tweede. Maar dan wel op een zee van achterstand. En een val. En een val in volle sprint. Nog een val in volle sprint. Dat is jammer. Hausler gaat hier tweede worden. Voor Gilbert die eraan komt, denk ik. En Gilbert heeft dan toch nog wat overschot. Wordt hij nog geremonteerd? Gilbert tegen Maaskant. Het is Gilbert die derde wordt. Pozzato vierde. Maaskant vijfde. En daar is in die laatste rechte lijn nog een val. Matty Breschel is zevende, denk ik. Of zesde. En Husshofft zat ook helemaal vooraan. Daar zien we Rast naar de buitenkant gaan. En het is Rast. Oeh, die valt zeer zwaar. En dan nog een renner van Cervelo die tegen de nadar kwakt. Gelukkig staan daar die opblaasbare matrassen van de KBC. Kijk. Nog eens datzelfde beeld. Manoeuvre van Rast. Kijk. Woef. En ook een renner van Sylvain Slotto heeft geen keuze meer. En gaat tegen de vlakte. Sterke sprint in elk geval van Gilbert. Een beetje vergelijkbaar met wat hij in de Brabantse Pijl deed. Maar alle aandacht gaat naar deze jongeman uit Sint-Lodewijk-Deerlijk. Voilà. Winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor de tweede keer. Hij is aan het bouwen. Het dak ligt erop. Ik denk dat zijn interieur na vandaag ook wel in orde zal zijn. Ik denk het ook. Ik denk dat het meer dan behoorlijk zal in orde zijn. Maaskant. En ik denk dat we daarbij Matty Breschel moeten zetten als zesde. Mm-hmm. Twee stuks. Ziet ook minister Van Mechelen. En opgelet, hè. Opgelet. Gedreven door dit vormpeil. Volgende zondag. Parijs-Roubaix. Weg is weg.